In deze video gaan wij het hebben over mental health. En niet zomaar mental health, maar vooral van de mannenkant. Want eigenlijk heel veel interviews staan online, maar ik zie het niet echt voorbij komen bij de mannen, alleen maar bij vrouwen. Dus we gaan het over van alles en nog wat hebben vandaag. En we hopen dat jullie het leuk vinden om te zien natuurlijk. Mochten jullie nou van tevoren alweer vragen hebben, kan je het altijd even zetten in de comments. Maar we hopen dat onze onderwerpen alles coveren vandaag, zodat we een heel leuk gesprek gaan hebben. In deze video gaan we het hebben over mental health. En niet zomaar mental health, want je ziet het de laatste tijd heel veel voorbij komen. Echt overal, het is super populair. Maar meer een beetje gefocust op de mannen vandaag. Want ik heb het er heel vaak over op mijn eigen YouTube kanaal. Wij hebben het er ook wel eens over. Maar de mannen zie je eigenlijk niet zo vaak voorbij komen. En ik vind dat zo jammer. Dus ik hoop voor de mannen en vrouwen die zitten te kijken vandaag dat het gewoon super interessant is. En ik wil eigenlijk beginnen met de specimen right here. Wat is mental health voor jou? Want het is voor heel veel mensen anders, denk ik. Oh, Jezus. Wat je ook voor je ziet. Maar mannen hebben toch meer zoiets van, nou, ik wil het er niet over hebben. Nou ja, weet ik denk ik wel of zo. Dat is bijna wel een soort van fact, toch? Hmm. Zo zie ik het niet, voor mezelf in ieder geval. Wat is het voor mij? Ja. Het is voor mij... Het is gewoon jezelf goed voelen. En ook durven jezelf goed te voelen, zeg maar. Ik denk eerder dat het bij mannen is, als ik dan voor mezelf spreek, dat het iets is van... Het is gewoon hoe het is. Het hoort zo of zo. Dat je niet denkt van, oké, dit kan ook anders. Omdat je dan gewoon denkt van, wees geen mietje of zo. Just handle it. Mm-hmm. Maar omdat je dan man bent. Zo van handle your shit, want je bent een man. Dat is een beetje de rol waarin je in zit, denk ik. Dus bijvoorbeeld als jij je niet... Nou, een goed voorbeeld denk ik wel is het... Wat afgelopen... maand wil ik zeggen. Ik ben helemaal de tijd kwijt. Jeremy is een beetje wat op de Olympics is gebeurd, zeg maar, met die Amerikaanse athlete, zeg maar, die dus door mental health de Olympics niet heeft gedaan, zeg maar. Mm-hmm. Als je dat dus draait naar bijvoorbeeld een man die zich niet, mentaal niet in orde voelt en dan gewoon zegt op werk, ik kom niet, want ik voel me niet goed mentaal, dat niet zo heel snel gebeurt. Bij vrouwen ook niet echt, want het is over het algemeen niet een ding wat veel gebeurt. Maar ik denk dat bij mannen toch wat meer iets is van, weet je, ik kan dat niet zomaar zeggen. Want je bent pas ziek als jij niet kan bewegen, als jij gewoon op bed ligt. Maar toch heb je dat ook bij vrouwen, hoor. Ik denk dat het misschien eerder geaccepteerd is van vrouwen dat ze dat precies zeggen, dan van mannen. Omdat er dus zo'n stigma is van, mannen zijn... sterk en zeg maar dat. Maar dat is wel zo in de wereld. Dus ik denk dat gewoon een ding is van, je kan niet bij je vrienden, heel veel mensen, of bij je familie of bij je werk, gewoon zeggen van, ik voel me niet lekker mentaal en ik heb hier problemen mee. En dat iedereen dat accepteert. Volgende vraag dan gelijk. Kan jij met je vrienden het hebben over je mentale status? Als je je dat echt even niet helemaal kut voelt, dat weet zeg ik maar. Niet. Want ik heb dat nog nooit gedaan. Niet met mijn mannelijke vrienden bedoel je? Ja. Nee, ik heb nog nooit. Soms. Maar je moet, Is het raar dat ik in shock ben? Je moet ben? Echt like... een bepaald soort persoon zijn. Kijk, weet je wat, laat me het even heel even opdelen. Het gaat er ten eerste ook om hoe open zijn mensen al in het algemeen. Ja, klopt. Dat is belangrijk. Je kan hele goede vrienden zijn, maar ik ken genoeg mensen die zijn vrienden met mensen. Mm-hmm. Maar dan heb je niet eens persoonlijke dingen gedeeld met ze over het leven, zeg maar. Snap je? Je kan vrienden met iemand zijn, maar diegene weet niet wat jij bijvoorbeeld 10 jaar geleden hebt meegemaakt, wat... voor jou nog best zwaar kan zijn, zeg maar. Omdat je dat dan niet deelt. Omdat het niet per se een onderdeel is van een vriendschap. Dus als je al een best wel soort stille vriendschap hebt. Zo je geniet van elkaars gezelschap. Maar je hebt het niet over de diepere dingen in het leven. Mm. Dan ga je het ook niet hebben over je mental health. Het is altijd, zeg maar, het leuke gedeelte. Ja, maar dat is echt man, weet je. We hebben het daar wel eens over gehad. Van mannen die kunnen letterlijk vrienden opdelen. Van, ik heb een vriend om te gamen. Ik heb een vriend die kan ik gebruiken bij voetballen. Met die kan ik naar de gym. Met die kan ik misschien naar de bioscoop. En dan vinden ze dat ook oké. Bij vrouwen is het vaker van,
als ik een vriendin heb en ik noem je echt mijn vriendin en ik neem je zeg maar in mijn circle, dan moet een heel lijstje zeg maar moet oké zijn. Ik moet met je kunnen praten over mental health. Ik moet met je kunnen chillen gewoon dagelijks als ik daar echt zin in heb. Ik weet niet, dat, bij vrouwen ligt die lat dan hoger of zoiets totdat je iemand een vriendin noemt. En bij mannen kan je dat allemaal afscheiden. Maar dat, ik vind dat ook goed. Ik snap dat. Jawel, maar ik, ja, kijk, het is moeilijker om zo'n vriendschap te sluiten. Maar ik snap het wel, zeg maar. Het is een beetje all or nothing. Kijk, vaak. Ik heb jou nog als vriendin zijnde slash gewoon vriendschap zijnde. Dus wij praten heel veel. Ja, wij maar het er heel als vaak ik, over. Als ik dat niet had, weet je, als wij dat soort dingen dus niet hadden als vrienden, dan deel je het alleen als relatie zijnde. Maar je wil ook soms met iemand anders praten daarover, zeg maar. Maar dat is eigenlijk dus heel erg lastig. Want jij hebt het dus, kan het dus voor je gevoel eigenlijk nooit heel makkelijk met je vrienden over mental health hebben. En dat ze weten wat ze terug moeten zeggen. Misschien wordt het dan een heel awkward gesprek van, ik heb het nooit gedaan. Ik weet het niet. Ja, misschien dat het heel anders uitloopt. Ja, maar wat ik al zei. Als jij al niet mensen hebt die open zijn om überhaupt een, zeg maar, veel te delen. Ja. Zeg maar, sommige mensen zijn gewoon van, heb je, hoe was je werk? Ja, leuk. Gewoon meer het oppervlakkige, ja, gewoon, zeg maar. Ja, leuk. Oké. Leuk. En nu? Ja, zeg maar, als het daar al stopt, dan ga je naar een ander onderwerp. Dus je zal nooit dieper kunnen graven in, maar weet je, begin daar al. Wat vond je dan leuk? Wat vind je leuk aan je werk? Stoort het je dat op werk? Zeg maar, dat soort gesprekken, als je dat al niet hebt, ga je ook niet zeggen, nou, dit en dit mental health stoort me echt in mijn leven en ik zit hier echt mee. En dan heb je eigenlijk een antwoord terug van, Maar vind je dat goed of niet? Ik heb daar een hele sterke afhankelijk mening van over. Hoe goede vrienden je bent, zeg maar. Maar dat weet je ook wel van elkaar. En dat is wel het ding van, ja, kijk, je sportvrienden zijn gewoon je matties. Ja, ik weet niet, maar ik vind dat dus best wel erg. Want als je dus net zo, als jij de vrienden hebt voor, nou, je hebt dit, dat, bla, bla. En eigenlijk niet zoals ik bijvoorbeeld een vriendin kan hebben waar ik alles mee bespreek als ik me echt kloten voel. Dan heb je het dus eigenlijk nooit over ik, hoe... Ik denk niet dat ik het met al mijn vrienden wil bespreken. Je hebt een paar mensen met wie je dat doet. Ja, oké, dat is niet. En voor mij hoeven dat niet per se mijn vrienden te zijn. Dus als ja, ik heb jou daarvoor, maar ik kan ook heel goed met mijn moeder praten. Als jullie ondertussen een kat horen, snoezer heeft honger, het is etenstijd. Nee, maar in ieder geval, dat snap ik dus wel. Maar dan heb je het dus wel met de vrouwen in jouw cirkel erover. Maar niet met de mannen. Laat me even goed nadenken hierover. Nou ja, ik weet het antwoord al. Ik bedoel, ik vraag Jer natuurlijk dingen die ik eigenlijk al wel weet. Want je hebt het dus wel met je moeder erover. Je hebt niet per se. Er zijn wel een paar guys met wie ik gewoon goed kan praten. Ja, maar heb jij het er ooit over gehad, over je mentale status als je je kut voelt? Dat was de vraag en jij zei nee. Ja, nou niet mentaal. Maar kijk, het ging over iets wat mij stoorde in mijn leven. Mm-hmm. En dat was het overmatig werken. Ja, maar dat is ook mental health. Ja, dat begrijp ik. Maar daar heb ik het over gehad. Maar dat was meer de, zeg maar, hoe je jezelf geen rem meer hebt. Mm-hmm. Dat je gewoon constant blijft werken en dat je in die cirkel zit van, als ik nu stop met werken en ik ga iets voor mezelf doen, dan voel ik me nutteloos, zeg maar. Ik voel me gewoon, ja, wat ben je nou aan het doen? Ja, je kent dat wel. Ja, I know. Dus daar heb ik het over gehad, zeg maar. En daarmee heb ik ook gewoon een goed gesprek gehad. Maar mis je het? Zeg maar, je weet wel eens wat ik ben bar bijvoorbeeld doen, totdat we echt, zeg maar, we have meetings, gewoon om te chillen en gewoon... Ik heb ook wel eens gehad met bar dat we gewoon even moesten janken, weet je wel, dat soort shit. En dan spreek je niet van tevoren af. Nee, je gaat gewoon wat drinken en dan komt dat er in één keer uit, omdat je gewoon in een klote periode zit of zo. Maar mis je dat of heb je dat nooit gevoeld van, ik wil dit graag hebben? Soms. Want dat kan ook. Soms, als je echt iets kwijt wil, zeg maar. Ja. Het begrepen worden of, zeg maar, iemand die iets soortgelijks ook wel kent, zeg maar. Mm. Of iets gewoon die daarin gewoon een luisterend oor is. Ja, tuurlijk. Dat mis je dan wel. Mm. Maar daarbij moet ik wel zeggen dat het hoeft niet per se een man te zijn voor mij. We onderbreken deze video even voor een kleine pauze. Ik ga snoezer eventjes eten geven.
Oké, we gaan weer verder. Snoes heeft ondertussen eten. Sorry, normaal is de podcast natuurlijk aan één stuk door. Maar goed, kat had honger. In ieder geval, waar waren we gebleven? Of het feit of je het miste, toch? Ja. En je mist het niet echt, omdat je dus vrouwelijke figuren in je leven hebt. Ik heb gewoon vrouwen in mijn leven met wie ik kan praten daarover. En ik denk dat dat wat makkelijker is, omdat blijkbaar degene in mijn leven stellen zich meer open. Mm-hmm. Het is niet dat ik denk van, ik moet dit echt met een man bespreken. En wat nou, stel wij krijgen ooit een zoon. Dat is heel ver in de toekomst. Maar hoe zou jij hem dan vertellen over met wie jij kan praten? Hoe je gevoelens moet handelen en zo? Want het is toch wel een ding dat mannen dat dan niet op een of andere manier niet willen doen bij hun vrienden. Of ze hebben er geen behoefte aan, dus dan doen ze het maar bij de vrouwen. Maar eigenlijk, ik vind dat heel apart, zeg maar. Ja, maar nu, kijk, nu zet je het in de positie van, ik wil het niet doen. Maar het is gewoon, wie zit er in jouw leven? Die, bijvoorbeeld wat je net zegt, als ik een zoon zou hebben, zou ik wel een vader willen zijn met wie hij kan praten. Mm-hmm. Weet je, niet dat ik gewoon dicht ben. En maar zou je hem aansporen om bijvoorbeeld met vrienden te kunnen praten over dingen? Het hoeft dingen? Niet per se, dat zeg ik. Voor mij hoeft het geen vrienden te zijn. Waarom moet het altijd je vrienden zijn? Het moet iemand zijn bij wie jij je comfortabel voelt. Bij wie jij je goed voelt, zeg maar. Om het daarover te kunnen hebben. Dat kunnen ook je ouders zijn. Mm-hmm. Je kan je oma en opa zijn. Dat maakt niet uit. Als zolang je maar iemand... Je weet niet of jouw vrienden daar de juiste persoon voor zijn. Misschien wel. Dat vind ik maar ja, ik ben niet van mening dat je daarvoor per se bij je vrienden moet zijn, zeg maar. Mm-hmm. Kijk, als ik single ben en ik heb geen relatie, dan zijn je vrienden of je ouders, familieleden, de dichtstbijzijnde personen waarschijnlijk, met wie jij iets deelt. En in een relatie is het vaak je relatie, of juist helemaal niet. Misschien wil het helemaal gescheiden houden. Maar ik heb dus niet een ik heb niet een bepaalde, oké, het moeten mijn vrienden zijn, het moeten mannelijke vrienden zijn. Het is gewoon, bij wie voel jij het meest comfortabel in je leven? En daar deel jij waarschijnlijk dit soort persoonlijke dingen mee. Mm-hmm. Dus in dat opzicht heb ik geen probleem mee dat het geen mannen zijn. Omdat die gewoon, for some reason, minder praten. Weet je? Ik vind dat zo jammer, weet je dat? Ja, dat is zo. Het is ook wel een beetje stereotyp van man doet de zware dingen of zo en die lult niet en die werkt gewoon door en een vrouw zit thuis bewijs van omdat als ze iets heeft of zo. Ik vind dat zo apart. Omdat het moeilijk is misschien om je emoties te uiten. Ben je opgevoed door je ouders van share your feelings of niet? Nee? Helemaal niet. Het was gewoon van, ja. Ja, niet per se vanaf mij, maar zeg maar wat je ook meekrijgt van je ouders, zeg maar. Mijn vader is heel gesloten. Mm-hmm. You know this. Ik doe nu net alsof ik dit niet weet. Ik ben aan het interviewen. Yes. Mijn vader ik vraag is dingen die ik al weet, maar goed, dat weet ik niet. Mijn vader is heel gesloten. Mijn broer is heel gesloten. Mm-hmm. Eigenlijk is mijn hele familie heel gesloten. Met mijn moeder kan ik dus wel goed praten. Mm-hmm. Maar ja, zij is bij onze familie eigenlijk ook echt een welcome sign, zeg maar, van iedereen om mee te praten. Wat waarschijnlijk ook heel zwaar voor haar is. Want dat heb ik wel altijd. Van iedereen gaat maar naar mijn moeder toe. En alle dingen en alle problemen en alles wat besproken moet worden. That's dus a lot. Ja, ik kan me ook voorstellen dat zij daar heel veel mentale stress van krijgt, zeg maar. Klopt. Om dat altijd maar aan te moeten horen. Want je kan ook niet zeggen van nee, zoon, dochter. Mm. Ja, het kan wel. Ja, het kan lastig. Wel. Maar als moeder doe je dat niet heel snel. Mm. Dus nee, ik ben niet opgevoed van praten erover. Het was meer van, can you handle it? Yes. Maar denk je dat het ook kwam omdat jullie jongens zijn, zeg maar? Mm. Of is dat meer gewoon vanuit je familie, van het is gewoon niet een ding of zo? Ja, ik denk vanuit mijn familie, zoals ik al zei. Mijn vader die is dus heel gesloten. Hoe ik hem in ieder geval meemaak, zeg maar. Hij kan heel veel praten, maar nou, als het over bepaalde onderwerpen gaat. Ja, echt onderwerpen die hem echt interesseren, zeg maar. Mm. En als het om gevoelens gaat, vindt hij het toch altijd moeilijk om die, zeg maar, om de woorden te vinden die het goed kunnen omschrijven. Er zit al, zeg maar. En ik begrijp het ook wel, want het kan, ja, je hebt gewoon situaties in het leven waar je gewoon moeilijk over praat, denk ik. En ja, mijn vader is opgegroeid in Suriname. Best moeilijke jeugd ook gehad. Dus weet je, je merkt vaak, en dat zie ik ook bij mijn vrienden, die hebben, de meeste van mijn vrienden hebben vaders die in het buitenland geboren zijn, zeg maar. Mm. En je ziet dat toch altijd terugkomen, dat patroon van, ja, heb je wel eens echt met je vader gesproken hierover? En allemaal zeggen, nee, niet echt. Mm. En dat is een soort van norm, waardoor je dat zelf ook niet meekrijgt, zeg maar. Yeah. En ik denk dat
als jij niet de juiste mensen tegenkomt in je leven om dat te veranderen, dat je dan dat altijd norm blijft houden en jezelf dus ook zo gaat opstellen in het leven. En als jij dat dus doet tot aan dat jij kinderen hebt, kan het bij jou dus ook overslaan op een volgende generatie. Klopt. En voor mij, ja, ik heb jou ontmoet. En jouw moeder. Jouw moeder vooral was, mijn moeder, dat was helemaal dat was een gewoon ding. Praat, kind. Ja, ja. Ja, even om een soort van rewind te geven. Ik ben echt opgevoed. Mijn moeder is heel lang hypnotherapeut geweest. Heeft allerlei cursussen gedaan van alles en nog wat opleidingen. Weet ik veel wat over mentale gezondheid. Problemen oplossen, weet ik veel wat. Dus wij zijn thuis echt opgegroeid van, als er iets is, zeg het. Als er iets is, praat erover. Heb je hulp nodig, vraag het me. Praat met je broertje, praat met je zus. Als er iets is wat je niet leuk vindt, zeg het. Voel je je kut, dan kan je even alleen zijn, is ook goed, maar praat erover. Dus dat is bij mij echt erin gebakken, zeg maar, in mijn SD-kaartje. Een soort van dat is gewoon oké, en dat doe je ook. Dus ik ben ook soms, zeg maar, te open, dat is ook een ding, te open snel naar andere mensen die ik pas net ken. Omdat ik dus gewoon zo opgevoed ben dat ik over alles kan praten. En bij mij is dat dus heel makkelijk, waardoor mijn lat eigenlijk veel lager ligt dan bij Jer. Jer is heel erg gesloten als hij nieuwe mensen kent. En ik heb echt zoiets van, hallo! Ja, een beetje. Wat ook niet altijd goed is, want mensen maken, kunnen wel gebruik van je maken daardoor. En dat is meer dan één keer gebeurd bij mij. Ja, best wel wat uiterste allebei. Ja, klopt. Dus ik ben zo opgevoed. En ja, dat merkte jij natuurlijk bij mij thuis ook heel erg. Heel het waren erg. De twee totaal verschillende huizen en families, zeg maar. Dat was echt... Nou, het ene uiterste en het andere uiterste, zeg klopt. Maar. Ja, dat en heeft toen mij was daar erg, mijn moeder. Dat heeft mij echt veranderd als persoon zijnde. In ieder geval, we zaten in, ik zat in het midden van die verandering. Toen haar moeder dus overleed. Wat voor mij heel moeilijk was, zeg maar, om daar dus weer een plek voor te vinden. Maar ja, gelukkig heb ik altijd Nos om mee te praten daarin. Maar ja, ook met het overlijden van je moeder had jij ook iemand nodig om mee te kunnen praten. En dat was volgens mij toen ook echt voor jou lastig. Ja, want er was niemand. Ja. Behalve jij. Ja, daarom. Maar goed. Ja, maar dat was dus ook weer een ding. Omdat dus de mensen om mij heen allemaal zo gesloten waren, net zoals bij Jer. Dan val je in één keer in een gat en denk je van, oh my god, wat niemand. Je kan naar niemand toe, zeg maar, om het daarover te hebben. En dat vind ik dus zo erg, om even terug te gaan op dat ding van jou. Van als je dus hele close vrienden hebt, dat je, ja, je mist het natuurlijk niet, maar goed, als je het zou willen, zeg maar, zou het moeten kunnen dat je met hun daarover hebt, weet je, want anders dan ben je zo alleen, zeg maar. Kijk, ik kan niet zeggen of het niet kan. Nee. Maar ik heb die stap nooit echt genomen door de persoonlijkheid van, snap je? Ja, als jij het gevoel hebt dat iemand niet heel erg open is, heel erg is met delen, zeg maar, of daar zelfs moeite mee heeft als iemand anders iets deelt, dan maak je die stap niet heel snel. Je neemt die stap niet zo van, ja, oké, jij bent de persoon waar ik het mee over wil gaan hebben. Maar misschien dat het je wel kan verrassen, dat weet ik niet. Maar ja, in jouw geval was het dus ook zo van, jij voelde je daarin ook zo heel alleen. Ja. Echt met iedereen. En dat is jaren zo geweest. Je hebt het eigenlijk nog soort steeds. Van, een soort van zelf moeten verwerken, wat, ja, nu we het over mentale gezondheid hebben, het is gewoon heel moeilijk voor jou om, ik zie het nu al. Just continue talking. Om het daarover te hebben. Het overlijden van haar moeder en hoe deal je daar nou mee? Weet je, en haar broertje, stiefvader, vader, ze heeft daar nooit dus echt, zeg maar, dat gesprek mee kunnen hebben van, waar kan zij met haar gevoelens heen en hoe verwerk je zoiets? En dat heeft ze dus jaren soort van weggestopt. Gelijk gaan werken bij de politie. En dat heb ik allemaal van dichtbij meegemaakt. En ik denk dat jij toen ook iets had van, ja, ik ga niet alles aan jou vertellen, want dan is het zo'n, too much. Ja, zo'n uitlaatklep, zeg maar. Maar jouw moeder was jouw vertrouwenspersoon, zeg maar. Ja, echt in alles. Dus jij, als je, kijk, ik heb mijn moeder nog, dus ik kan niet vertellen hoe het zou zijn als ik jullie zou verliezen. Want jullie zijn mijn persoon om mee te praten, zeg maar. Ja, is ook wel zo. Maar dit is trouwens ook oké, hè? Like, dit gebeurt in die video dat ik het er dan over heb, maar dit, zeg maar, is zo normaal. En misschien dat jullie dit nu zien, denk je van, oh my god, she's crying. Ja. Maar het punt is, zeg maar, juist omdat dus mijn moeder me zo heeft opgevoed van, dit kan, dit mag.
heb ik soms wel, zeg maar, ben ik te snel open naar iemand. Maar is het ook soms zo makkelijk om wel iets te zeggen als je het nodig hebt. En net zoals nu, ja, it happens, ja, fuck that. Weet je? Dat is ook helemaal niet erg. En het grappige is dat Jer, toen jij mijn moeder leerde kennen aan het begin, was jou dit echt dit. Klopt. Heel erg, dat weet ik nog. En eigenlijk vooral door haar, denk ik, ben jij zo open geworden en zo anders. Ja, het was, ik denk dat het een soort kettingreactie is geweest van alles wat er veranderde in mijn leven, zeg maar. Het was het verhuizen vanaf mijn ouderlijk huis naar Haarlem. En daarvoor, dus de jaren daarvoor dat ik vaker bij jullie thuis kwam om te eten en dat soort dingen, dingetjes te doen. En dat je dan, zeg maar, hele andere mensen om je heen hebt die anders in het leven staan, zeg maar. Dus je krijgt hele nieuwe invloeden van zo kan het ook. En het is niet dat je dan helemaal verandert en gewoon open persoon bent. Want ik ben nog steeds niet zoals jij, zeg maar. Nee, oké, maar ik ben echt een extreem ik ben nog steeds heel erg introvert. Maar als ik je gewoon ken, dan weer niet, zeg maar. Ik heb echt zo'n deur van, oké, we zijn nu cool met elkaar. Je moet er even doorheen, zeg maar. Open de fucking door. Ja, dat wel. Maar ja, er zijn wel gewoon heel veel dingen veranderd voor mij, zeg maar. Waardoor ik het makkelijker vind om over dingen te praten. Maar dan wel met de cirkel mensen waar ik dat prettig mee vind, zeg maar. Weet je nog iets van toen? Want ik weet dat je heel vaak met haar gepraat hebt en zo. En dan zat ze op de bank, ging ze van alles vragen aan je om maar wat uit je te trekken, zeg maar. Weet jij nog iets van wat ze tegen je gezegd heeft of zo? Of iets wat je echt is bijgebleven, wat jou misschien raakte op een manier dat je dacht van, wow, misschien moet ik hier iets mee doen. Of iets, zeg maar. Weet je nog eens? Dat is heel ver terug, hoor. Want mijn moeder is overleden in 2014. Nee, 2000. Moet ik zeggen, nou goed. Mm. 2014. Dus dat is alweer een hele tijd geleden. En dan daarvoor nog, zeg maar. Dus dan spreek je echt over 10 jaar terug of zoiets. Dat we net met elkaar gingen. Nou ja, niks specifieks. Wat echt zo binnenschiet, zeg maar. Maar dat was meer het ding van je. Als ik het in één zin moet samenvatten, is het je bent goed genoeg, zeg maar. Dat was voor mij. Ik heb heel lang echt gestruggeld met zelfvertrouwen, zeg maar. En zij, dat vond ik wel lief van haar. Zij dus, ik maakte toen ook nog muziek. En zij ging letterlijk een beat van mij kopen, zeg maar. Oh ja, dat klopt! Ja. Oh, dat was ik helemaal vergeten. Gewoon om mij te supporten, zeg maar. Omdat ze het leuke muziek vond. En haar moeder luisterde ook hiphop. En dat vond ik altijd best gewoon wel. Gewoon een toepak, hè? Gewoon doem, doem, doem. Ja, zag je maar, er langskomen in de Volkswagen Lupo, dak open, zonnebril op. Dat is zo leuk. Maar ja, dat deed zij dus. En dan vertelde ze, zeg maar, dat het... Omdat je hebt zelf dan zo'n houding, weet je, als jonger persoon. En je bent niet professioneel. Van, het is niet goed genoeg om aan mensen te laten horen. Of om er überhaupt iets mee te kunnen gaan doen. En zij had toen voor €30 van mij eentje gekocht. Of zelfs aangevraagd als teamsong voor haar bedrijf, zeg maar. Ik weet niet. En ze had ook nog een ringtoon, hè? Toen had je nog ringtones. Ja, precies. Toen had ze jouw beat als om ringtoon gewoon gezet. Om de support te bieden en te laten zien van, je bent goed genoeg, je hebt het in je, weet je, vertrouw erop, op when jezelf. You got this. Ja, en dat vond ik wel heel belangrijk, want als jij dus om wat voor reden opgroeit zonder zelfvertrouwen, is zo'n boost, is gewoon heel belangrijk. En een zelfvertrouwen boost, waar het ook vandaan komt, doet heel veel met jouw mentale gesteldheid, zeg maar. Mm-hmm. En voor mij is daar mega invloed. Ja, dat was voor mij dus wel een belangrijk punt. Het is niet alsof dat een wereld van verschil heeft gemaakt gelijk, zeg maar. Nee. Maar dat was wel gewoon iets moois wat ik gewoon heb onthouden. En nou ja, vanaf dat punt, weet je, ik was nog steeds bezig met muziek. En je doet gewoon je ding en ik ging meer fitnessen. En dan bouw je stap voor stap je zelfvertrouwen op. Maar ik heb dat eigenlijk nog nooit zo meegemaakt, zeg maar. Dat iemand dat doet. Want meestal
met muziek en alle dingen waarbij je creatief bezig bent, zegt iedereen, ja, doe je toch wel even, doe maar even, doe maar gratis. Ja. Hebben we nu nog steeds, hoor, dat mensen gewoon... dat is misschien een andere podcast. Ja, weet je, ik weet dat mensen gewoon denken van dat je gewoon alles gratis doet, maar als ik iemand ken die badkamers renoveert, ga ik hem ook niet bellen van, je doet badkamers, toch? Ja. Kan je mij nu niet even doen snel? Ja, ik heb ook altijd van ja, maar dat zeg maar, zo ging het wel altijd met muziek. Ja, stuur maar en doe maar, ja, is leuk. En zij liet me ook echt zien van ja, maar als je er echt iets mee wil doen, ik ga jou hierin supporten, weet je. En je bent goed genoeg. Maar ik denk toch wel dat al die ervaringen, zeg maar, of het nou mijn moeder was, dingen op school, je opvoeding, et cetera, dat wel jou een open persoon heeft gemaakt uiteindelijk, zeg maar. Al die dingen neem je mee in je rugzakje en dat maakt je tot wie je bent vandaag. Ja, dat zeiden we bij de politie altijd. Ik vond het altijd zo'n schattig dingetje van iedereen heeft een rugzakje met mentale dingen wat je mee hebt gemaakt. En dat rugzakje, dat is heel zwaar, maar zelf kan je meedragen. En als iemand die openmaakt, dan is het best wel scary, zeg maar. Ik weet, je was altijd een soort van... Eigenlijk wel een goede, inderdaad. Ja, ik vond het echt leuk. Ik vond het echt leuk. Nee, maar ja, ik denk het wel. Het heeft mij gevormd tot... hoe ik nu ben. Maar ik denk dat dat ook het leven is. Mm. Weet je, alles wat je meemaakt, dat je vormt. En ik ben ook altijd van mening dat als jij helemaal niks meemaakt, dan heb je zo'n tunnelvisie. En dan vaak denk je, weet je, dat je het wel weet. Wat vaker is bij jonge mensen, zeg maar. Klopt. Omdat ik zelf dus de laatste jaren heel veel veranderd ben. Yeah. En echt volwassener geworden ben. Dus je eind 20, zeg maar. Mm. En dat je op je 20ste toch al denkt van... What is the difference? Ik werk, ik ben al volwassen. Je weet alles. Ja, zeg maar ja, no. Nee, dat is echt heel grappig. Misschien zitten nu 20-jarigen te kijken en die denken van, nou, waar hebben ze het over? Want... Je merkt het wel. Ik heb het zelf echt, zeg maar, gewoon eind 20 gemerkt van, je krijgt zoveel knowledge opeens, zeg maar. Alsof je gewoon opeens zo'n beker krijgt met, kijk... Ja, inderdaad. Van alsof je een soort van deurtje in je brein nog niet hebt geopend. Mm. En dan in één keer in die laatste, of de laatste jaar zeg maar, als je van 25 en hoger, dat je die dan in één keer opent en dat je denkt, wat de fuck heb ik gedaan afgelopen jaren? En het rare is, dat besef je dus niet als je zo jong bent. Want wij kennen ook genoeg mensen die nu 20 zijn, of 21 weet ik veel, sommige 24 zelfs, die echt denken van... I got this shit. Ik weet alles. Nee. En dan, het is zo... Maar dat je kan ook. Het ook niet uitleggen, dat zeg maar. Dat hadden wij ook. Nee. Iedereen heeft dat. Iedereen heeft dat. Maar ja. Ja, je krijgt gewoon meer kennis. En dat vormt je tot de persoon die je bent. En al je ervaringen, hopelijk, als het goed gaat in het leven, vormen jou tot iets beters voor jezelf. Het kan ook de hele andere kant op gaan natuurlijk. Maar ja, daarom zijn dit soort dingen gewoon praten en... over jouw mentale gezondheid hebben, gewoon heel belangrijk. Ja, zeker weten. En als er nou, zeg maar, een ding zou zijn wat jij jonge mensen, of maakt niet uit hoe oud je bent, want iedereen kijkt naar onze video's, zou willen meegeven hierover. Wat is nou echt een ding dat je denkt van mental health, van nou, dit is echt, weet ik veel, misschien iets wat heel belangrijk is voor mij of zo. Ja, als ik het even moet samenvatten. Leer jezelf kennen. Neem de tijd om jezelf te leren kennen. En wees ook oké met jezelf. Ja. Ik denk dat gun jezelf de 2021 tijd, daar ook een heel mooi jaar voor is, zeg maar. Wees jezelf. Ja. Leer jezelf kennen. En wie je ook bent, wat je ook doet... dat is wat het is in jouw leven. En daar horen mensen bij en daar horen mensen niet bij. En ja, op een gegeven moment merk je wel wie in jouw leven zit die daarbij hoort, die bij jou past, zeg maar. En wie jouw mentale gezondheid dus meer boost dan dat het er tegen zit. Ja. En misschien ga je daarvoor heel veel mensen moeten laten vallen in je leven. Hebben wij ook gedaan, inderdaad. We hebben heel veel mensen die eigenlijk altijd gewoon in ons leven zaten. Ja, ben je een soort van gescheiden. Maar het is wel heel belangrijk voor je eigen gezondheid. En daarbij zijn er dus ook mensen met wie je kan praten erover als je dat nodig hebt. En die jouw groei dus begrijpen en niet in de weg zitten, zeg maar, jouw mentale groei. Ja.
Ik denk dat dat het belangrijkste advies is. Of in ieder geval dat is het belangrijkste wat ik heb geleerd. Dat je dus niet altijd moet leven naar een ander toe, zeg maar. Ja. En hoe jonger je bent, hoe meer je dat eigenlijk nog wel doet. Ja. Weet je, vaak zet je jezelf aan de kant om dan mee te gaan met andere mensen. Omdat het makkelijker is. Ja, maar ook al kan het niet eens zo voelen. Nee, klopt. Maar dan je zit gewoon in een soort flow. Misschien met familie die bepaalde dingen op een bepaalde manier doet. Waar jij het niet mee eens bent. Maar dan doe je het toch maar vrienden en dat soort dingen. En op een gegeven moment merk je gewoon van, ja, eigenlijk wil ik het niet doen. En als je iets niet wil doen, moet je het niet doen. Zeg maar hoe ouder je wordt, hoe makkelijker het is om dat gewoon niet te doen, zeg maar. Ja, precies. Dat vind ik wel mooi. Ja. Okay. Nou, ik ben heel benieuwd wat jullie hiervan vonden. We hebben heel veel dingen besproken. En het ding is dus ook, wij plannen dit niet van tevoren. Ik weet waar ik mee begin, zeg maar. En dit keer heb ik Jer een beetje geïnterviewd. Maar het is wel leuk, zeg maar, hoe zo'n gesprek echt alle kanten op kan gaan. Dus ik hoop dat jullie het heel erg leuk vonden natuurlijk. Like de video eventjes en abonneer. We maken sowieso meer podcasts. Mensen vroegen volgens mij vorige keer ook of we het op Spotify konden zetten. Ja, dat moet toch even kijken. Dat hebben we nooit gedaan, maar we gaan wel even kijken of het allemaal lukt. Als het gelukt is, dan zie je het wel in een volgende video voorbij komen. En dan staat het ook daar online. Yes. In ieder geval bedankt voor het kijken, guys. See jullie next time. Bye.